bij het programma Dorpsgericht Werken. De manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer zitten we aan een schitterende herengracht. Dat is alleen al prachtig om hier te zijn. En we gaan het hebben met Eugenie Bodden van de GGD West-Brabant over eenzaamheid. We hebben een Drimmelense werkgroep Eenzaamheid. Daarin zitten onder andere SWO, Surplus, Take 5, gemeente en nog heel veel organisaties. Eugenie, we gaan iets doen met eenzaamheid. Wat gaan we doen dan? Ja. We gaan in ieder geval het thema eenzaamheid onder de aandacht brengen. En we willen eigenlijk de inwoners van de gemeente Drimmelen bewust maken dat eenzaamheid een groot probleem is. Of in ieder geval veel vaker voorkomt dan je denkt. En misschien ook wel veel dichterbij dan je denkt. Hè? Het kan echt wel je buurman zijn, je achterbuurman, de buurvrouw van je vader en moeder. Misschien wel je vader of moeder zelf. Of het de moeder van een vriendje of een vriendinnetje. Moet je nou alleen aan oudere mensen denken? Nee. Ik denk dat het onder alle leeftijden voorkomt. Volgens mij heeft ook de coronatijdperk laten zien dat jongeren zich ook enorm eenzaam kunnen voelen. Ja, maar ja. Alle leeftijden. En wat gaan we concreet doen? Want bewustwording is een heel abstract en moeilijk iets. Maar hoe gaan we het aanpakken? Ja, we gaan alle inwoners uitnodigen om mee te doen aan een doekje te maken. Canvas doekje. We stellen dadelijk canvas doekjes beschikbaar. En we gaan mensen vragen om rondom het thema eenzaamheid dat doekje te beschilderen, te beplakken, te beschrijven, te bewerken op de manier waarop zij dat willen. Ja. Met het idee van wat roept eenzaamheid bij je op en wat kun je ook doen tegen eenzaamheid. Bij jezelf, maar misschien ook van iemand in je naaste omgeving. Ja, en voor jullie thuis, die doekjes zijn straks in jullie eigen dorp te halen. En via de verschillende kanalen krijg je te horen waar ze precies te halen zijn. Nou, Eugenie, als mensen meedoen, hè, we hebben nu al 800 aanmeldingen. En we hopen ver over de 1000 te gaan dat veel mensen meedoen. Dus doe vooral mee. Maar als mensen het gemaakt hebben, wat is dan de bedoeling? Ja, de bedoeling is dan dat de mensen vanaf de start van de Week van de Eenzaamheid, dat is een landelijke week, 1 tegen eenzaamheid, het doekje voor hun eigen raam hangen. En zo laten zien dat ook zij begaan zijn met het thema eenzaamheid. En dat is vanaf 30 september. En wij willen vragen aan jullie thuis, laat ze hangen tot 24 oktober. Eugenie, Week van de Eenzaamheid, wij vragen mensen om ze bijna een week te laten hangen. Waarom? Ja. Omdat we ook vooral mensen willen uitnodigen om op zoek te gaan naar die doekjes. Wandel eens door je eigen dorp, wandel ook eens door de andere kernen. En ga eens op zoek naar waar die doekjes allemaal hangen. En als je er ook iets van vindt of een compliment wil uitdelen, hebben we straks ook complimentenkaartjes die mensen ook op verschillende locaties kunnen afhalen. En dan kunnen ze bij mensen die zo'n doekje voor het raam hebben hangen een compliment in de bus doen. Ja, en die doekjes, een aantal ervan in ieder geval, komen in het carillon te staan met wat aanwijzingen, zodat je gericht kunt kijken waar zijn die doekjes. Maar we hopen natuurlijk dat je alle doekjes weet te vinden en we hopen ook dat mensen die meedoen hun doekje gaan melden. Ja. En Eugenie, er is nog iets wat we willen, hè? Want iets doen rondom eenzaamheid oké, maar we willen volgens mij ook nog in gesprek. Ja. Na afloop van de Week van de Eenzaamheid gaan we mensen vragen of ze behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Dat kan naar aanleiding zijn van het doekje dat je gemaakt hebt. Het kan naar aanleiding zijn van een doekje dat je gezien hebt. Of gewoon omdat je er behoefte aan hebt om daarover in gesprek te gaan. Dus straks gaan we inderdaad gesprekken faciliteren in de kernen om met elkaar over het thema in gesprek te gaan. Nou, we hebben vandaag in Maden heel veel doekjes rondgebracht. Onze collega's van de werkgroep brengen in alle dorpen een heleboel van die flyers en posters. Dus je kunt het bijna niet missen. En daar staan alle details van de actie op genoemd. Dus dan kun je rustig nalezen. En ik ga ervan uit dat de Omroep Drimmelen hier ook aan meewerkt om die poster in ieder geval ook goed in beeld te brengen. Ook op een later moment, zodat je nog rustig kunt kijken wat was het ook alweer. En we komen natuurlijk regelmatig terug met dit programma, dus u kunt nog een keertje terugkijken. Eugenie, ik wil jou heel hartelijk danken en jullie zie ik graag volgende maand weer terug. Bedankt voor het kijken.